600 jaar geleden was er alleen nog maar moeras. In de delta van de A was dat alles wat er was. Er dansten wat moskito's boven het water van de plas. Toen er een stranger aan kwam varen die zich afvroeg waar die was. Jullie staan hier bij het Huis van Katoen en daar is een optreden geweest? Ja, klopt. Ja, we hebben vandaag het eerste pop-up optreden gehad van Peter Scholf en twee andere muzikanten. En dat was in het kader van, eigenlijk omdat Almelo bruist en dat willen we graag laten zien. Dit gaat eigenlijk in het kader van 600-jarig bestaan van Almelo, maar door de coronaperiode heeft dat nooit plaats kunnen vinden? Nee, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Corona is natuurlijk iets waar we allemaal mee te maken hebben gehad. Maar wij willen wel heel graag laten zien dat er heel veel gebeurt in Almelo. En dat 600 jaar Almelo, dat gaan we op een later moment, volgend jaar september, willen we daar groot mee uitpakken. Weer met een theaterspektakel. En deze activiteiten, onder andere bij het Huis van Katoen en Nu, zijn daar een mooie opmaat naar. Uit Engeland te komen, in bed heeft hij alles bekend. De stranger stierf in de delta. En heeft de stad dus nooit gekend. Is dit Almelo hier? Is dit Almelo hier? Ik wil het zeker weten. Is dit Almelo hier? En ik heb begrepen dat het een kleine serie wordt. Dus ja. Echt een opmars naar. Ja, klopt inderdaad. Is er al iets bekend van op het moment dat het daadwerkelijk mag? Wat er allemaal staat te gebeuren hier in Almelo voor die viering? Nou ja, we plannen gewoon door. Hè. Corona heeft ons nog steeds in de greep, maar het wordt allemaal wat soepeler. We kunnen doorplannen eigenlijk. Dus er staan zeker activiteiten voor het najaar gepland. De serie waar we het nu over hebben met Peter Scholf gaan we stiekem optredens doen hier. Of stiekem. Het zijn verrassingsoptredens, pop-up optredens hier in de stad. We gaan in het najaar gaan we groot Halloween, een soort van huis van de winter gaan we creëren. Waarin bezoekers, toeristen echt een plek kunnen vinden en waar we laten zien hoe mooi Almelo is en wat er allemaal gebeurt. Oké, dat is mooi te zien dat er weer echt activiteit komt op dat vlak. Absoluut waar, ja, en daar zijn we ook trots op. Bepaalde plekken, wordt dat van tevoren bekendgemaakt of moeten mensen een beetje gokken waar het is? Nee, we gaan daar zeker meer promotie voor maken wanneer de tijd daar is. Voor deze specifieke serie waar ik het nu over heb, gaan we dat niet doen. Omdat we Almelo dus graag willen verrassen. Maar nee, absoluut waar. En op de site van Almelo promotie komt daar natuurlijk meer informatie over. Oma Kat zei, dit wordt welvaart. We bouwen een fabriek. Voor arbeiders en fabriekeurs. Maar in het water kan dat niet. De delta moet dus drooggelegd. Er komen straten en een plein. En in de haven een station. Met een bordje waar we zijn. Dit is Almelo hier.